fluitje van mijn sen. Als ik maar even op mijn dingske bloos, dan lacht een dirigent. En weet jij soms het verschil niet tussen piccolo en fluit? En een piccolo fluit was en een fluitje raakt vooruit. Dames en heren, goedemiddag. Hartelijk welkom bij de optocht van Drummel. De carnavalszondag, traditiegetrouw. Dit jaar een witte optocht in Drummel. U ziet ze net voorbij komen. De dames van het Schutlakenrijk. Met overal, met 44 erop. Vanwege het jubileumjaar van de carnavalsvereniging in Schutlaken. 44 jaar bestaan. De dames vieren heel veel feest. Niet alleen tijdens de optocht, maar ook heel vaak al voorafgaand aan de carnaval en zeker ook met de carnavalsdagen. Wij maken er een mooi dorpshart van. Broer en Nolly. Altijd trouw van de partij met de optochten in Drummel. Ja, en je ziet het al. Nolly is bewoners, maar is ook echt Drummelsmins geworden. En dan komt hier de Raad van Elf. Dit jaar zonder wagen. Dat is niet omdat er geen wagen was. Maar op het laatste moment was er nog een wagen geregeld. Maar in verband met wat crisis en een lekke band, zelfs de lucht was op, lopen ze vooruit voorafgaand aan de jeugdprinsenwagen. Waar uiteraard op de jeugdprinsenwagen. De jeugdprinsenwagen van het Schutlakenrijk. Met daarop jeugdprinses Nina en adjudant Tijn. En in verband met technische problemen aan de grote wagen heb ik begrepen dat ook onze kerstversprins Reinoud de Enigste, zijn prinses Suzanne en adjudant Frans ook plaatsgenomen hebben op de jeugdwagen van het Schutlakenrijk. Dan komt daar vriendenclub altijd waar. Met een bloedend hart, een banger hart en uiteraard ook snoephartjes. Ja, het hart van goud, een banger hart. Hartstikke leuke groep. Het is een vriendenclub die al jaren meeloopt in de optocht in Drummel. We hebben hier ook een vriendengroep uit Drummel met Driekes en Sneeuwwitje. Sneeuw ontbreekt het niet. Daar komen drie takkenwijven aan. We hebben in crisistijd met een klein budget en zonder mannelijke hulp toch een leuke wagen gebouwd. De meeste materialen waren langs de weg te vinden. En de overige materialen zijn ze helemaal door gesponsord. En ze hebben begeleiding van een heel toepasselijk muziekje. En daarachter twee afhaal Chinezen.
Daar komen ze aan. Met het maandmenu volgens mij, als ik het zo goed bekijk. Gevolgd door groep 3 van basisschool De Oversteek. Het Spookkasteel. Ook de jeugd begint al vroeg met het bouwen van wagens. Ja. De spoken van juf Joske. En juf Annie. En juf Annie. Hallo! Hallo! Hallo, beste kijkers! Het is wel vrij stil op de wagen. En achter groep 3 van de Oversteek hebben wij de toneelvereniging Durf het is. Niet alleen de carnavalsvereniging viert dit jaar zijn jubileum, maar ook de toneelvereniging bestaat dit jaar 50 jaar maar liefst. En hebben daarom het idee opgepakt. 50 jaar staan wij al op de planken. Heel toepasselijk. En uiteraard voor deze groep is dit een makkie natuurlijk. Letterlijk en figuurlijk al 50 jaar op de planken. Batenburg, buiten Westen. Komt ook in Dreumel. De opdracht van wat moois te zien en van wat geluid. De groep is dit jaar wat kleiner, want een lid van de groep is dit jaar Prins Carnaval in Batenburg. En ze vieren het 10-jarige bestaan. IJsko's in alle maten. Dukschik, Jack Doorwagen, die groep uit Alphen. Ook altijd trouw van de partij met de optocht in Drummen. Enigszins overstemd door het geluid van de wagen uit Batenburg. Kijk de Geima in de wagen. Dukschik uit Alphen. De volgende wagen is al een aantocht. Eentje uit Buffelijk, in het dialect gezegd. Buffelijk uiteraard. De groep Niet-Wauwelen, ook een prachtige wagen. In Buffelijk hebben ze al ieder jaar prijs. Maar nu willen ze ook in andere dorpen een keer proberen een leuke prijs in de wagen te slepen. De duikboot van Niet-Wauwelen uit Buffelijk. En ik vlieg, als een vlieger voor mijn sterren. Mooie loopgroep erachter, wat het verhaal compleet maakt. Goeie passende carnavalsmuziek erachter. Als een kanker door mijn stem. Ik kom naar je toe en